Deze uitzending wordt u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen. Welkom vanaf Sportpark de Koerbelt voor een nieuwe uitzending van Excelsior 31 TV. Het eerste elftal speelt vandaag een thuiswedstrijd tegen AZSV. Als we kijken naar de opstelling van Excelsior 31 zien we dat Patrick Gerritsen in de basis staat. Dit gaat ten koste van Cem Keuze. Het is de laatste wedstrijd van de tweede periode. Wat heeft trainer Rob Snijders zijn ploeg meegegeven voor de wedstrijd van vanmiddag? Nou ja, dat we het voor de tweede periode niet in eigen hand hebben. Maar als VVOG een foutje maakt, ja, dan moeten we er zijn. Dus er zitten nog steeds kansen. Maar het is natuurlijk nog steeds een hoger doel. Dat is natuurlijk in de competitie zo hoog mogelijk eindigen. Ja, dat betekent dus eigenlijk dat je vandaag toch voor die drie punten moet gaan. Dat is eigenlijk de twee strijd op dit moment eigenlijk een beetje. Zo van, ja, ga je voor de competitie en voor de periode. Nou, de periode heb je dus niet meer in eigen hand. Ja, dan ga je dus gewoon voor de competitie. Verwacht je dat AZSV gaat verdedigen en op de counter loert? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat doen ze thuis nooit. Uit is dat wel meer het geval natuurlijk. Ze spelen ook 4-4-2. Ja, ik denk niet dat ze veel druk gaan zetten. Van de andere kant, we moeten oppassen voor hun counters. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat ze ons een spel laten maken. Laten we gaan kijken naar de samenvatting van Excelsior 31 tegen AZSV. Veel kijkplezier! Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Bestisol Isolatie. Al ruim 30 jaar specialist op het gebied van isoleren. En Gerald Jansen BV, schilders- en onderhoudsgroep voor al uw glas, behang en schilderwerken. Hey, jongens!
Deze wedstrijd werd u aangeboden door Bestisol Isolatie, al ruim 30 jaar specialist op het gebied van isoleren. En Gerald Jansen BV, schilders- en onderhoudsgroep voor al uw glas, behang- en schilderwerken. Excelsior 31 verliest vandaag van AZSV met 2-1. Na de wedstrijd sprak ik met Manuel Issa en met Rob Snijders. Ja, we hebben een terechte nederlaag geleerd en dat moet ik helaas toegeven, waarbij we een matige eerste helft speelden. Maar dat kwam nog niet zo erg naar voren toe, omdat het eigenlijk het middenveldspel was. En waarbij we één grote kans creëren en verder heel weinig. Maar ook AZSV heel weinig. Nou, in de tweede helft zaken we door het ijs en dan kom je gewoon naar voren dat je gewoon afgeslacht wordt op mentaliteit en op instelling. Nou ja, als we zo voetballen hebben we nergens recht op. We hadden gewoon veel te weinig diepte eigenlijk, waardoor ja, iedereen weet hoe we spelen. Dat we graag de bal in de voet willen hebben, dat we in de bal komen. Ja, dan is het geen verrassing meer. En het was geen verrassingspatroon dat er veel diepte was. En waardoor ja, eigenlijk één goede kans hebben gecreëerd. Als Hakkie hem gewoon gelijk aflegt op Michel, wordt 1-0. Dat wordt natuurlijk een andere wedstrijd. Maar ja, dat gebeurde niet. Dus 0-0. Ja, tweede helft was echt is gewoon schandalig van onze kant. We gaan verder met de uitslagen en de stand in de hoofdklasse C. Daarin zien we onder andere dat AZV wint van Genemuiden met 0-1. En dat SVZW verliest van Flevo Boys met 0-2. VVOG wint met 1-0 van Staphorst en is daardoor periodekampioen. Dan kijken we nu nog even naar het programma voor komende week. Aanstaande dinsdag spelen de belofte onder de 23 jaar tegen Go Ahead Eagles A1. Aanstaande donderdag speelt het eerste elftal de bekerwedstrijd tegen HHC. Samenvattingen van deze wedstrijden en het weekjournaal zijn deze week te zien bij Excelsior 31 TV. Tot zover deze uitzending van Excelsior 31 TV. We bedanken u voor het kijken en wensen u nog een mooi weekend toe. Deze uitzending werd u aangeboden door Regenfiber en Shubi Reizen.